Kent u dat? Jaloezie. Zo heftig dat het je van binnen opvreet. Nee? Nou, Gerrit van de Woestehoeve wel. Oh ja. Gerrit was op weg met 4 paarden naar de stal. De dieren waren van Berend, een hessenman die op weg was van Barneveld naar Steenderen aan IJssel. Op stal aangekomen wreef hij de dieren droog met een strowis. Dan ineens lachen van een vrouw. Het kwam van de hooizol. Even later, niet doen Jan, niet doen, dat mag niet. Maar waarschijnlijk deed Jan het toch, want ze gierde het uit. En hij herkende onmiddellijk de stem van Dina, de meid. En mochten jullie niet aan het werk? En een tel later sprong Jan, zijn oudere broer, naar beneden van de hooizolder. Hij draaide zich om en zei, kom maar Dina, ik vang je wel op. En Gerrit moest dit allemaal aanzien. En hij werd verscheurd door jaloezie, want hij had immers ook heftige gevoelens voor die struise Dina. Ja, Dina had voor Jan gekozen. De knappe, sterke Jan. Het verliefde stel wist zich niet te beheersen zoals dat hoorde. En het was dan ook niet verwonderlijk dat er een huwelijk werd aangekondigd. Er werd gekozen voor een dag waarop de volle maan het landschap zou verlichten, zodat de gasten nog, als ze dat wilden, 's nachts terug konden reizen. Het vroor die dag dat het kraakte. Er lag een dik pak sneeuw. En de gasten kwamen dan ook met een arreslee. Het vuur in de gelagkamer brandde volop. De deurpost was mooi versierd, er was schoon zand gestrooid. De cadeaus lagen op de mooie tafel. De glaasjes waren gevuld en het bruidspaar straalde. Maar Gerrit liep de hele dag rond met een azijnzuur gezicht. En hij dronk veel en vaak. Tegen de avond, toen de gasten naar huis waren, was hij dan ook stomdronken. Maar slapen ging niet, want een deurtje verder lagen namelijk zijn broer met Dina en die waren ook nog wakker. En wat er die nacht gebeurde, beste mensen, Gerrit kon het zich niet meer herinneren toen hij de volgende dag gevonden werd. Hij werd gevonden in een kuil in de onzalige bossen. Met naast zich een tes met daarin een paar gedoofde kooltjes. De Woestehoeve had die nacht gebrand als een fakkel. Totaal verwoest en niemand had het overleefd. U hoort wat jaloezie kan doen. Hè? Het was helemaal niet nodig geweest als Gerrit gewoon even wat dieper had doorgeademd. Wellicht was een meisje op zijn pad gekomen en had ik nu kunnen eindigen met. En ze leefde nog lang en gelukkig, maar helaas. Vanaf 1770 tot op heden doolt er in de omgeving van de Woestehoeve een vage schim. Die doet denken aan een brandende stroobos en dan is het gloeiende gerecht.